Peekaboo. Heb je er zin in? Jazeker. Ik heb er heel veel zin in. Waar gaan we nu in? Weet je dat überhaupt? Nee, ik weet dat het een nieuwe attractie is, maar... Ja, we gaan in Symbolica. Oeh, Symbolica. Klinkt wel spookachtig. Ja, dit is een dark ride. Oh. Zin in. Wow, waar gaan we dat doen? Helemaal naar achter. Oh. Oh ja, natuurlijk. Het is een groot pretpark. Ik wist er wel gelijk met ook letten. Ja, kijk u zelf maar eens recht in de ogen. Tijd voor een beetje zelfreflectie. Wat is er aan de hand? Mooi bos. Hé, hey, mannen. Hé, pap, jouw afdeling.
Maar hij heeft niets aan. Hij heeft helemaal niets aan, riep plots een kleine gang. Het was even te bedenken aan die dag dat reus. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. We zijn gisteren in de Efteling geweest. We konden tussen 10 en 11:15 inchecken. Omdat je nu met corona zit je met tijdsloten. En toen zijn we eigenlijk de hele dag gewoon daar geweest. We waren rond, 10:00 denk ik, hier weer in het huisje. Dus we hebben echt een volledige dag zijn we daar geweest. Maar het was wel echt heel leuk. We hebben verschillende achtbanen gehad. Ja, leuke dingen gedaan. Lekker gegeten. Ondanks de regen. Dat was wel in het begin was het droog. Maar daarna begon het heel erg te regenen. Dus dat was wel eventjes jammer. Maar alsnog op een gegeven moment accepteer je dat. En was het gewoon super leuk. En ik heb al ontbeten. Maar ik lig nu weer lekker in het bedje. Want ik ben best wel moe van gisteren. En ik dacht ik ga lekker chillen. Ik ben YouTube aan het kijken en ik heb hier naast me op het tafeltje een kopje thee staan. En dan ga ik lekker even relax doen. Mama en Kjell zijn inmiddels een rondje aan het lopen. En de rest is allemaal net wakker aan het ontbijten of doet gewoon lekker zijn eigen ding. Nou, ik heb me opgefrist en ik ben nu met Kjell en Kaelen een rondje aan het lopen bij het bos bij de camping. Ik zie er heel wakker uit, ik weet het. En papa en mama zijn nu naar een of ander landgoed aan het lopen. Dat vond ik te ver, want dat is 40 minuten heen en 40 minuten terug. Daar had ik echt geen zin in. Dus wij zijn nu eventjes een klein rondje aan het lopen. En gaan daarna zeer waarschijnlijk film kijken. Working, working. Prachtig. Schrijver, oh ja! Dit hoor niet mee. Gert! Al 100 jaar! Ja. Heeft u wel eens goed doorheen gekeken? Ja. Hallo? Zeg het gelijk. Na het film kijken hebben we lekker. Gelachen. Gelachen. Na het film kijken hebben we lekker avond gegeten. En vervolgens hebben we met elkaar gebadminton. Zo hier wel een paar beelden invoegen.
Zo. En we zitten nu weer lekker buiten. Ja, een snack. Voor degenen die willen gaan we potje Uno spelen. Het staat hier al klaar. En wat lekkere snackies. En voor iedereen wat drinken.